Waar? Ja. Oh, daar! Oh, ik kan het. Nee, ik keek naar achter. Nee. Nee! Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van GTA 5. We zijn vandaag weer in de map samen met Rensy. Yo. En Rens, ik heb weer wat meegenomen. Ik heb hem wel gevonden. Wat? En Rens ja, weet nog niet wat. Ik weet het nog niet. Nee. De hele tijd te zeggen, ik heb iets. En gewoon niet zeggen. Even kijken hoor, incoming call. Want Rens is zeg maar helemaal... Ik heb daar een huisje gekocht, maar Rens heeft er eentje in de stad. Dus elke keer als we elkaar willen zien... We moeten echt gewoon 10 minuten rijden. God gloeiende, jongen. Maar ik zal in principe naar een stipje komen. En dan zien we elkaar wel weer. Want ik heb namelijk dus iets meegenomen. Ik rijd die weg af, maar ik weet niet waar jij eigenlijk... Ja, ook op die weg. We komen elkaar dadelijk tegen. Maar ik ga wel een soort van hint geven. Het lijkt een beetje op wat we deden in de vorige aflevering. Ja, ik had het gevoel met een bakje of zo. Ja, we hebben een. Het was toen een bakje, maar nu is het wel iets anders. Ja? Dus, ja. Ik wist ook niet dat het in het spel zat. Want ik heb nog nooit zo'n auto, ja, misschien een keer gezien, maar... Ik heb het gevoel dat er een soort van nieuwe update is gekomen. Dat er allemaal andere wagentjes rijden in de map of zo. Ik heb ook een mooie auto. Nou, ik kom op je af. Ik ga nu door een tunnel heen. Maar ik wil iets proberen, want omdat dit een soort van nieuw is, ik heb het nog niet eerder gezien, wil ik jou erin zetten en dan kijken of jij dan niet eruit valt. Ik ben echt benieuwd. Ja, ik ook. Maar misschien heb jij het wel eerder gezien. Oh, ik zag net de auto ook voorbij komen met precies hetzelfde. Ik heb het gevoel dat we dezelfde auto hebben. Denk je? Nee, ik heb echt een. Nee, dat kan niet. Nee, hè? Ik heb echt een Bobcat auto. Je komt dadelijk om de hoek. Volgens mij zie ik jou... daar verschijnen. Heb jij een trucje? Ja. Oh mijn god. Kijk wat ik heb. Heb jij een boot? Oh my god. Kom maar in. In de boot. In de boot, ja. Kijk of dat lukt. Kan ik zitten? Ik weet niet of je kan zitten. Maar ik zie daar wel water, dus ik weet niet of ik hem eruit kan. Kan ik hem eraf halen? Spectaculaire stingend. Kan je erin? Nee. Nee, echt niet. Kan je erin? Je ziet de propeller zo, kijk. Oh ja, ja. Oh, weet je wat we gaan doen? Ik ga nu proberen om... Nee! Je hebt hem losgekoppeld! Nee, ik weet niet hoe... Nu moet je duwen. Ik ga je duwen naar het water, ja? Ja. Oh mijn god, dat gaat nooit lukken, man. Ik ga proberen weg, opzouten. Echt, je hebt één taak. Vorige keer ging het ook al mis. Ja, dit is gewoon weer precies hetzelfde. Nee, wacht. We gaan dadelijk een race doen. Dan kan het nooit slecht gaan. Met de boot? Nee. Oh. Ik ga je proberen om naar het water te duwen, ja? Nee, heuvel, dus ik donderstraal zo meteen toch wel naar beneden. Oh god. Nee, wel. Wacht. Ja, dat gaat goed zo. Nee. Kijk, zo. Ja, nice. Perfect. Kijk, de boot is nu los. Ding af. Ja, ja, kijk, goed, dit zo, is perfect. Nee, ja, zo hoor. Kijk. Nou ben je eraf. Nee, maar wacht, nu kan ik jou duwen. Kijk, zie je het? Pak die bak van mij, die is veel groter. Die auto staat er met het zand erin. Ja, is goed. De Skyver heet die. Ja, wij hebben meer kracht, denk ik. Ja, dat wel. Weg! Nee! Nee! Gloeiende. Oh my god! Ja, daar gaat hij. 3. En de 2. Eerst naar links, dan naar rechts. Wacht even. Douwe. Oh! Ja! Oh, ja, het gaat lukken, Wacht even. Nu even één harder, wacht even. Ja. Ja! Oh! Ja! Nee! Hele file hier. Dat hele cirkeltje maken, jongen. Wow! Nee! Wacht even. We moeten allemaal zelf gaan oplossen. Ja, maar even, wacht dan even. Jezus, ga ik erin zitten? Ga jij maar doen dan. Ja, ik kom niet meer naar boven, wacht even. Kan ik? Ja, komt u maar. Het gaat helemaal lukken. Waar kom je vandaan dan? Ja, dit ging heel goed. Oh. Maar Red, ik denk als hij op het zand ligt, dat hij nog niet eens verder komt. Dat wordt echt moeilijk. Wacht. Je kan het. Sorry. Hup. Ja, oeh. Wow. Een klein stukje. Gloeiende. Nou, oh, de truck. Pak die truck. Nee, jongen, truck. Kom goed, jongen. Bam. Yo, op naar de sterren en daar voorbij. Yo. Nu kan je die truck pakken. Of... Oh ja, Hoppa. We moeten gewoon lukken. We moeten gewoon deze boot naar het water kunnen krijgen. Dat kan niet anders. Kijk hoe dichtbij hier het water al is. Even serieus, dit is gewoon 1 seconde tijd. Er staat ook gewoon een lekkere motortje klaar. Zo. Ja, en achteruit perfect. Zo, hoppa. Zo. Oh, wacht, nee. Zo, ik probeer hem...
Even wachten. Die banddek schieten van jou? Nee, niet doen! Nee. Ik laat het ding op plofbandje zitten, hè. Ja, maar je kan beter aan de achterkant. Oh, bijna, bijna. Oké, okay, oh, dat stukje water. Ja, ja. Allemaal yes. Deuk ook in die boot, hè. Oké. Okay. Yo! Ja! Yes! Oh, kijk uit, kijk uit. Die motor staat onder water, zie je dat? Ga proberen. Nee. Ik wil jou niet eruit halen. Wacht. Nee, ga op die motor. Ja, maar ik kan niet, hij is kapot of zo. Wacht, ik moet die motor uit het water duwen. Wacht, dit gaat lukken. Oh god. Zo. Oké, okay, ja. Wacht, eruit op. Ja, het gaat goed. En dan kunnen we nu wel erop, toch? Wacht, dan moet ik er wel naar achter. Nee. Oh. Volgens mij kan ik er niet meer op. Nee. Stap even op de boot, dan gaan we langs de kust kijken of er een motor is. Yo, kom eraan. Ik ben er bijna. Wow, kijk die golven. Nee. Waar ben je, Rens? Waar ben je? Oh, daar ben je. Zo, even kijken. Ik spring een beetje. Kijk. Ja, ik zie het. Doe je knieën. Als je maar blijft staan, want dan kunnen we even snel een motortje zoeken. Nee, niet die strand. Misschien hier. Nee, niet die strand. Nee. De vorige keer sloeg de boot over. Oh ja, nee, klopt ja. Vincent. Oh. Oké, okay, dat gaat goed. Nee. Oké, okay, het gaat goed. Ja. Aan, ja, ik zag het ja. Ik dacht dat je eraf viel. Yo! Waar? Nu. Waar? Nu. Nee. Waar? Yo! Oh, daar! Oh mijn god, die was aan het stunten. Hier moet sowieso een motortje zijn. Ja, boontjes, maar ook een motor. Kijk, daar staat. Is dat een motor? Nee, dat is een paal. Oh, het zijn mensen. Piep, 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 wow, Renzo! Ik wil wel matchend zijn. Oh, eentje kan je niet meer gebruiken. Oh, ja, oké, ik wil matchend zijn. Zo. Ja, oh, matchen, oké. Okay. Ja, die andere is overboord. Ik weet niet waarom. Zo. Oh, ik heb politie. Okay. Heb je politie? Oh! Oh, oh nee! Oh, nee, niet zo! Nee. Nee! Jezus, een krantje. Oké, okay. Okay, staat nog niet vast, oké. Okay. Hoppa. Rustig aan. Hoppa, yo! Yo! Nee! Yo! Yo! Heel fijn. Dit gaat helemaal goed zo. Ja, perfect. Nou, en hoe ziet dat first person eruit? Van, er zit wat achterop. Wat is er? Ik wil achter me kijken. Oh, yo Rens. Yo! Oh, oh mijn god, kijk hoe ver vooruit je zat. Yo! Yo! Oh! Rens. Ja, ik ben aan het rennen. Rens. Ik heb de politie gedood en nu doen we toch maar even wat anders. We gaan een raceje doen, want dit is nu het beste moment. Ja, want de politie komt achter maar, Rens. Even snel. Jobs, play job, Rockstar created. En dan gaan we naar, wat doen we? Rens, doe maar wat, gewoon een stunt race. Gewoon eentje en dan gewoon deze. Maak het uit, redneck. Huppakee, en dan gaan we. Ik ben net niet dood. We gaan weer een lekker raceje doen. En weer joint er niemand bij de game, Rens. Dat betekent dat wij gewoon samen gaan strijden. Hoe vind je dat? Nou, dat is nog nooit gedaan, dus ik vind het wel heel leuk. Daarom, is weer eens iets anders. Ja, precies. Welke wagen kiezen we? Ik wil dezelfde. Allebei dezelfde. Oh, je kan maar eentje kiezen. Nou. En ik doe geen helm op. Ik ben gewoon een echte man. Ik doe gewoon geen helmpie. Ready to play, daar gaan we. Rest, ben je er klaar voor? Wacht, ben ook even aan het kiezen. Ik heb in ieder geval wel 2 rondes gedaan. Dus in plaats van 1 lap, wordt het spannend. Kunnen we elkaar nog inhalen, mocht er eentje een foutje maken. Oh, zoals nice. Ik. Dan, en allebei dezelfde auto, dus het is gewoon echt eerlijk. Ik heb autoslip off uitgezet. Dit wordt best wel een hele zieke map. Althans, ik zo ziet het er wel uit. Hoppakee. Dan lijkt je het power erin. Ja, jij ook, hè, want jij zit precies achter me. Hoe kan je me beuken, Rens? Hoe kan dat geen nou? Geen per ongeluk. Hoe kan je sneller gaan dan? Dat weet ik niet. Ja, smeerpijp. Nee, jij zit gewoon heel smerig te spelen weer. Nee. Het is weer zover. Nee. Ja. Ja. Dat heb je. Eigen schuld. Moet je dadelijk springen? Oh, dat kan helemaal niet. Kijk hem. Yo. Yo. Rens, waar zit je? Oh, je zit echt vlak achter me. Het is gewoon echt spannend. Spannender. En je zit gewoon vlak achter me nu, want die eerste verschijnt af en toe naar tweede. Dat is een nek, jongen. Ja, jongen. Al was het 1 ronde, was het zo'n spannende match.
Dat het gewoon zeker de 3 miljoen views haalde. Ja, dat denk ik ook wel. Sowieso trending, top trending. Gewoon sowieso trending. Niet boven Enzo Knol. Hoppa. Oh god, wat moeten we daar doen? Oh nee, serieus? Wauw, nee. Wat is het? Heb je voor een map uitgekozen, man? Dat weet ik niet. Is het 1 ronde? Nee! Oh my god. Nee, holy shit. Dat is dan niet te doen, jongen. Jawel, ja, het lukt wel. Het is wel prima te doen, hoor. Dikke vuur blasten dikke door mijn... Dikke vuur blasten in mijn auto. En waar gaan we nu heen dan? We moeten weer dat keer doen. Is het nog steeds ronde 1? Oh mijn god, ja, dit is serieus nog ronde 1. Wat is het voor een man? Maar ik zie niet ronde 1 van de 2 staan, dus ik weet niet wat dat precies betekent. Ik weet het ook niet. Oké, dan gaan we weer vuurblussende spuwers. Zit je nog achter me? Ja, jongen. Je zit echt vlak achter me. Oh my god. Nee, ik keek naar achter. Nee. Nee! Door jouw fout, hè. Door jouw fout. Sorry, ik keek achter me. Door jouw fout. Yes, ik keek achter me. Ik ben helemaal van mijn apparaplu. Apparaplu. Waar ben je, Rens? Ja, ik ben de Bron B. Nog steeds? Ja, nee. Wat ben je aan het doen? Ik kan niet meer winnen. Wat ben je aan het doen, Rens? Ik moet terug. Het was niet de bedoeling. Nee, is goed, Vincent. Nee. Het leuke is dat we dit net hebben afgesproken, maar... helemaal niet. Smerig, ik wil eigenlijk aflopen. Waar ben je dan? Ja, ben je nog steeds in de map? Rens, wat ben je daar aan het doen? Hi Mel, ik ben aan het racen. Echt? Ik zie je niet vooruit komen met je wagentje. Oh, wacht, nu wel. Jawel. Maar misschien komt dat omdat ik nu vooruit aan het gaan ben. Even kijken hoor. Nou, ik kan nu wel een foutje maken. Mocht dat gebeuren, dan... toch? Laat u weer expres een foutje maken. Is dat zo? Of dit keer gewoon niet? Nee. Nou, eerlijk, Racy. Ik had eens nog... Oké. Nu wordt het wel echt spannend, want het was niet... Nee, maar je hebt nog steeds echt een grote voorsprong. Voorsprong, ja. Ik was echt helemaal verkeerd gegaan. En toen had ik mijn power-up gebruikt en toen boost ik zo van de afgrond. Maar het is wel vet dat je, als je je power gebruikt, net voor die boost, dan krijg je een soort van extra boost elke keer. Ja, maar ik gebruik het de hele tijd. Dan zeg ik, kijk, nu krijg je echt een power boost, continu. Hoppakee, en doorgaan. Knetter. Ja, maar dat is geen power boost. Die gele is slowness dingetje. Echt? Ja. Oké. Nou ja, het helpt wel. Want ik ben wel... Ga je te snel, dan schiet je zo eruit, denk ik. Ik denk juist dat het extra boost is, hoor. Nee, want die groene is toch boost? En die gele is toch iets anders? Ik weet het niet, hoor. Die groene is een boost, ja. Tijd in de reacties, wat is geel en wat is groen? Ja, wat is groen, wat is geel, ja, dat is leuk. Voor mij, dat geel, dat houdt je geactiveerd hoor, met dat vuur. Dat gaat er elke keer opnieuw. Ik dacht echt dat het slowness was. Maar goed. Ben je al bijna bij het einde? Nee. Rest moet nog een ronde. Mag ik finishen of moet ik wachten op je? Ja, finish maar, dan heb ik er helemaal niks meer uit. Oké, nou goed. Kijk, als je zeker weet dat je het niet haalt, dan gaan we gewoon snel door naar de volgende missie. Ja. En dan zie je in ieder geval wel wat ik doe, want ik heb ik doe een gebaar. Rens, wat doe je, Rens? Wat ben je? Ik zag hier rondjes draaien. We onderbreken dit programma met Weasel nieuws. Rens Hartjes is bezig met het slopen van zijn auto in het parcours. Dit was Weasel nieuws op naar het einde. Yay. Nou, fijn dat je even weer in Weasel nieuws kwam. Mm-hmm. Yes. Altijd leuk. En hoeveel geld krijgen we? Oh, 10.000. Dat is raar dat je weer meer geld krijgt dan ik. Kijk. Nee. Die had ik ook gekozen. Echt? Dat is Ronk. Runner of Runer 2000 dropship. We kunnen allebei de Runer 2000 kiezen als auto. En ik zal nu eens wat anders doen. Als ik win natuurlijk, ik zal geen geld inzetten. En dan gaan we beginnen met deze race. Ik ben benieuwd. Ik heb deze nog niet gespeeld. Had jij hem gespeeld, Rens? Ik weet het niet. Oké. Ik denk het wel, ik heb er veel gespeeld. Ja. Ja, dan kan je zien aan je level natuurlijk. Ja, cool. Nou, we gaan in ieder geval met mijn flowpakje aan. En we hebben geen boost dit keer. Dus we moeten het echt doen op volle toeren.
Een beetje met een soort Knight Rider auto heb ik. Ik zag allemaal rode stipjes aan de voorkant. Jij hebt een roze, ik heb een blauwe. Nou, ja. Die staat wel vooraan nu, hè? Vind het even toeteren. Oh, nee, Rens! Oh mijn god, nee, dat vond ik niet eerlijk, Rens. Oh nee, opnieuw, opnieuw. Oh nee, ik trap erin. Oh, jammer dit, jongen. Echt jammer dit. Jammer dit, nou moet je even wankten. Nu ga jij zeker doorrijden, ja. Ik dacht bij deze auto zit hij niet. Zie je, zo wint hij die races, dames en heren. Ik ben gecrashed en ik moest lachen. Echt? Oh, eigen schreeuw. Even toeteren naar Rens. Eeuw. Waar ben je nou, jongen? Ja, nee, dat crasht gelijk, hè? Snap ik wel. Even toeteren, ja. Ik kwam tegen een billboard aan het begin. Yo, spring maar. Woe. Waar zit jij? Ben je er ook overheen? Keihard geprankt, jongen. Ja, jammer dit. Gewoon niet gunnen, hè? Niet gunnen gewoon. Ja, jongen, je bent nu toch weer. Nee. Oké, ik heb een punt ervoor gekregen, vraag me niet waarom. En waar is Rens? Zit hij achter me? Nee, ik ben heel ver achter je. Nou, ik zie het, ja. Heel ver achter me, ja. Ja, dag. Dan ga ik over die vangrail. En we doen maar één ronde dit keer, hè. Dus het is gewoon klaar. Nee, echt. Ja. Echt. Echt. Oké. Dan gaan we weer goede timing. Als je geen goede timing doet, dan gaat het mis. Hoppakee. Oké, en waar is Rens? Oh, daar komt hij hoor, met zijn koplampjes in de verte. Ja. Even toeteren, Rens. Dan gaan je lichtjes uit. Ja. Kun je lampjes uitzetten? Ik weet niet, dan moet je linkerballetje indrukken. Dan krijg je... Ja. Yo. Daar gaan we hoor. Mooi hè, dat je die stad ziet op de achtergrond. Oké, activate. Deploy de parachute. Daar gaan we weer, hè. Yo. Dat was een mooie timing. Gaan we naar de volgende. En yo. Wat gebeurt er? Oh, gaat goed. Oh. Ik moet erin, anders gaat niet goed. Yo. Nee. Wat is er, Rens? Niks. Ga weg, Rens. Rens, rot op. Je zit vlak achter mijn viespeuk. Gewoon niet melden houden, hè? Ja, gewoon niks zeggen. Gewoon die kaken op elkaar kluiven. Oh, jezus, man. Ja, die kaken op elkaar kluiven. Kijk, daar komt hij hoor. Viespeuk. Kijk hoe vies die speelt, jongens. Hoe ben ik vies? Ik rij gewoon. Ik moet toevallig naar mijn huis. En heel toevallig. Ja, toevallig is dat dezelfde route. Ja, er is maar één route. Er is maar één route. Ja. Oké. Waar moeten we heen? Nee! Yo. Nee! Rens! Nee! Oh mijn god. Ik niet, oh ja, maar dit was jammer. Dit was heel jammer. Oké. Maar dat maakt niet uit, Vincent. Ja, nee, dat maakt wel heel erg uit, want dit is maar gewoon... Je hebt al 20 races gewonnen. Ja, rot toch op. Dat. Ik win nooit wat. Daarom ben ik zo'n lage level natuurlijk. Ik ben gewoon level up gegaan door die ene race die ik won net. Zo erg is het. Had toch maar 2 rondes geselecteerd, Rens. Het zijn 3 rondes. Meer race. Het zijn 15 rondes. Nee. Kijk maar uit. Eigenlijk wel. Waar ben je, Rens? Ben je al gecrashed? Oh, dat kan niet, want er staan muren van 2 meter om je heen. Moet je even je balletje ingedrukt houden, dan kan je er misschien over. Oh, ik doe het, maar er gebeurt niks. Probeer het eens even. Oh ja, even misschien ben doen. Ik bij de finish. Oh ja, tuurlijk. Want daar is de finish. The last drop. Oh god. Yo! Nou, daar staat hij te wachten hoor, die vieze smiecht. Kijk hem staan dan. Ja, viespeuk boy. Maar ik wil ook. Yo! Van allemaal naar beneden. Wee! Oké. Maar doe jij de wave? Want ik had de wave geselecteerd. Nee. Dat is wel leuk, hè? Nee? Jammer dit. Jammer 12 dit. Puntjes. Ik krijg gelijk 50.000. Dat maakt niet uit. 40, ja, tuurlijk. Level maar weer. Het zal weer. God, op naar de 100. Nou, Rens is de morgen. Kijk, jongen. Ja, wat deed je voor stoms? Geen idee. Je moet zwaaien naar de mensen. Leuk voor het outro. Ik wil weinig punkies. Nou, we doen nog eentje dan, ja? Dat we doen lijken, nog één mappie. En dat wordt... Runner 2000 Knight Ride. Nee, maar Knight Ride stom. Ja, maar ik heb hem nog niet gedaan. Heb jij hem gespeeld dan? Weet ik niet. Nou dan. Oké. Oh, goede start, jongen. Jij ook. Ja, echt, one hè? Lap. Het is one lap, Rens. Eén lap, dit is helemaal niet. Weet ik niet. Eén lap, daar moeten we het mee doen, hè? Dat weet je, hè? Lap.
Hoe kun jij opeens harder gaan? Dat weet ik dus niet. Ik heb het niet ingesteld of iets. Nee. Ik weet het niet. Je had het gezien. Catchstream had ik... Nee! Yo. Rens, nee. Nee. Ik wist het niet. Ik zag het in de verte net pas toen jij botste. Ja, en dan zeg je het niet, hè. Even spring Vincent. Nee, dat hoor je niet. Ik zag het pas toen jij botste. Ja, ja. Oh, ik moet zelf springen. Ja, ja. En dan nu wacht je ook niet even voor de spanning, voor de kijkers. Stoppen, want, ja. Mensen proberen je over te steken. Ja, natuurlijk. Oude vrouwtjes op zebrapaden met een rollator natuurlijk. Precies, ik kan niet opeens niet stoppen. Nee, dat zou snap echt ik. Een schande zijn. Kinderen in kruiwagens. Het is, ja, het, kinderen het is in kruiwagens. Wow, wat smal. Wow, space jongen. Dikke space. Oh mijn god, dit is gaaf gedaan. Hoe heeft hij dat allemaal gedaan met die kleurtjes? Is het allemaal één voor één geplaatst, die lampjes? Geen idee. Maar ja, Rens is alweer gefinished. Nou, hopelijk vond je dit een leuke aflevering. Nee. Wat is er? Waarom is er... Ja, als jij wint, dan ben ik gewoon... Dan ben je goed. Dan ben je goed. Nee. Kijk hem daar. Kijk hem op die parachute. En dan gaat hij weer rijden. Gaat hij weer rijden, hoor. Ja, dan moet weer een snelste zijn. Zit ik daar in de lucht, Vincent? Ja, anders wacht je even sportief en dan rijden we even samen verder. Maar dit is geen sportief pokey, dus ik kan het niet. Nee, natuurlijk niet. Hoppakee. En gewoon een oude roegbak. En waar ben je nu, Rens? Oh, Rens is alweer bij het einde, hoor. Nee. Jammer dit. Oh. Oude roesbak. Ik wist niet dat je moest springen, anders was het spannend, Rens. Vincent, zo meteen moet je weer springen. Waar? En je moet even tegen hem zeggen, want je wordt natuurlijk oud. Net voordat je de tunnel ingaat. Is dat zo? Ja, dan moet je springen. Oh. Maar waar dan? Rens, is dat voor de tunnel? Bij dat gele stukje? Ja. Oké, daar komt-ie. Wow. Oh, maar dit is gaaf, joh. Met al die ruimte zo. En dan lijkt het een beetje op Tron. Rens, dank je wel, hè. Als ik het niet hoef helemaal zeiken. Ja, maar als nee. Ik het wel doe van... Oh, we gaan weer verder. Oh, wat ben ik goed. Ik wist wanneer ik het pokie in moest drukken, hoor. Ja, maar waar ben je nu? Nee, ik ben gefinished al 2 keer. Ja, dacht ik al. Ik zie je niet meer. Nee, ik zie je niet eens meer in de map, joh. Zo ver lig je vooruit. Nee. Ik zie je niet dan eens moet meer. Je beter uit je doppel kijken. Nee, ik vind het goed. Gooi je gaat helemaal naar boven. Maar het is wel een mooie map om te zien. Ondanks dat ik dan die eerste word, is het wel heel tof om dit natuurlijk te zien, hè. Alweer zeggen dat ik de eerste word. Wat is het nou weer? Zijn kaderlappie. Suddervlees. Maar wel vet dat je helemaal naar boven gaat, hè? Dat is wel leuk. Kijk, hoppakee. Moeten we een parachute aan of zo? Wat gebeurt er? Ja. Ik zie Rens zo in de verte. Ja, nee, dan moet je een parachute aan, hè? Ja, kijk hem landen. Ik hoop dat je helemaal verkeerd landt. Zo. En we pakken de checkpoint. Hoppa. Zo. Waar ben je, Rens? Oh, ik zit echt keitel. Als je even wacht. Ja. Even wacht, dan kunnen we elkaar even zien. Hartstikke leuk. Een beetje. Hoe noem je dat ook weer? Hoppakee. Kijk Rens, dit is sportief. En dan ga ik over je heen, hè. Dan ga ik dadelijk gelijk ook weer dat hij denkt van ik moet voldoende afstand nemen. Dat hij dadelijk niet meer in één keer kan inhalen. Als je het niet in de gaten had. Nee, ja, ik zie het alweer. Hij denkt van nou, ik toch nog even... Hier ben ik zo gecrashed, want ik heb het nog niet gedaan. Oké. Dat is een reden voor mij om dus nu te winnen. Wat moet je dan doen, Rens? Moet je gaan springen of zo? Een looping? Waar naartoe? Gewoon recht vooruit? Ja. Oh, en meneer gaat finishen, hoor. Is er al finish? Wanneer gaat finishen? Let maar op. Kijk, daar komt hij, hoor. Ja hoor. En... Oh! Kijk eens even. Hij denkt voordat er dadelijk dislikes komen. Ja, precies. Voordat ik straks weer allemaal haat krijg van... Wel lief. Het is wel intens. Ja, intens. Intens sportief van jou, Rens. Rens. Okay. Ja, het zou natuurlijk lullig zijn als ik dit eruit heb geknipt. Ja. En dan zo monteren dat jij eerste bent uit het vorige, rondje. Zo. Ja. Kijk. Het is wel als de koning hier. Wuiven naar de koning. Wuiven. Ja, dat is wel sportdifferent. Ja. Natuurlijk had ik dat nog te goed van je van de vorige keer. Ja, maar natuurlijk. In principe was het wel een hele leuke match. Nooit een keer positief zijn, jongen. Altijd negatief. Ik neem helemaal tijd vrij om die steringrace met jou te doen. Nee, Rens, ik hoop dat je een leuke aflevering vond, ondanks dat Rens hebt gewonnen. En de volgende keer gaan we weer verder met hopelijk een nieuwe aflevering. Oké. Okay. En, dit keer weer met Rens dan. Ja. Ja, oké. Okay. Ik ben Vincent. En ik hou
van Vincent. Knakworst. Wat dat is, is er zo er vaag? Is wat? Echt help vaag. Mij echt het vaag is dom vaag. Hallo. Vaag. Hallo. Allemaal. Hallo. Allemaal. Vincent. Nu is Pieter. Knakworst. Pieter. Dat zeker. Ou waar. Echt dat Vincent van is en wat? Ben wat? Wat? Dat. Die toeteren!